Goedendag, het nieuwe Energieweerbericht. We gaan eens kijken wat de opbrengsten kunnen gaan zijn voor zon- en windenergie. Afgelopen week was een goede week voor deze. Energiebronnen. Er was veel zon en er was ook veel wind. Die wind was misschien niet altijd even prettig voor ons, maar voor de windmolens was het duidelijk een goede week met hoge opbrengsten. Deze week houden we toch nog wel dat wisselvallige weer, maar we zien wel dat de verwachte opbrengsten wat minder hoog zijn. Vooral de wind valt op. We komen wel in een gebied met duidelijk wat minder wind. De zonne-energie, ook dat wordt een wat lastig verhaal, omdat het weerbeeld wisselend zal zijn. Soms veel bewolking, maar soms toch ook wel brede opklaringen. En dan kunnen er ook nog regionaal wat verschillen zijn. Laten we even naar de weerkaarten gaan kijken voor de komende dagen. En ons dan even met name focussen op bewolking en wind. En dan zien we dat er wolkenvelden voorbij schuiven van tijd tot tijd. Er kunnen zelfs wat buien vallen. En qua wind is het erg rustig. De interessante windsnelheden die blijven een beetje weg van Nederland. Alleen woensdag dan kan het wat harder gaan waaien. Met name op de Noordzee is dat goed merkbaar. Maar ook boven land kan er net even wat meer wind staan. En zal de wind opbrengst omhoog gaan. Maar op de andere dagen is het toch vrij rustig hoor qua windbeeld. En als we naar het weer kijken, ja, dat blijft wisselvallen. We hebben typisch Hollands zomerweer. Sommige dagen zijn er ook wel wat buien te bespeuren boven ons land. Verder ook wolkenvelden en dan af en toe die opklaringen. Kortom, het is. Allemaal wat magertjes deze week. De dinsdag is eigenlijk misschien wel de beste dag. In ieder geval voor zonne-energie. Qua wind is het geen goede dag. Maar qua zon denk ik dat we toch aardig wat kilowatts kunnen gaan opwekken. Op woensdag. Dan uh, ja, is het een beetje mager voor allebei. Normaal zou ik bijna willen zeggen: zon en wind. Niet echt een uh, hoogtepunt. De wind die zal op woensdag wel het meest waaien van alle dagen. Om het maar even zo te zeggen. Want hier zien we al dat de windmolens een stuk kleiner zijn geworden op donderdag. Zondag en vrijdag. De windopbrengst is dan mager. Wat zonne-energie betreft, ja, ook dat is dan aan de magere kant. kunnen regionaal wel wat verschillen zijn hoor. Met name in de kustprovincies kan de zon er nog wel eventjes goed doorkomen van tijd tot tijd. Kortom, een wat mindere week denk ik voor zon en wind. Maar heb je zonnepanelen, gebruik ze dan verstandig. Als het echt goed zonnig weer is, pak dan zelf die energie en zet grote apparaten aan. Bijvoorbeeld een wasmachine of een droger, of misschien wel de auto opladen. Fijne dag.